De trainers, Boskamp en Maas, zijn twee vrienden. Uitzonderlijk in het voetbal, maar wel leuk voor deze match. Mechelen is in vorm de laatste tijd en trekt die goede lijn meteen door. Na een kwartier, Björn Vlemings 0 tegen 1. In de herhaling wordt de flater van doelman Bertelin pas echt duidelijk. Dender toont weinig, behalve dan dit schot van Erik de Vlaanderen dat best aardig is, geeft toe. Voor het overige voetbalt de thuisploeg slordig en ongeïnspireerd. Een kwartier voor tijd wordt het nog erger. 0-2 via de boomlange centrale verdediger Jeroen Mellemans. KV Mechelen op weg naar een 10 op 12. Even later doet Alois Nong de boeken helemaal toe. Hij werkt een diepe bal netjes af. Gerets pijnlijk door de benen gespeeld. 0-3. Een terechte overwinning voor Mechelen. De leerling verslaat de meester. Ik ga beginnen bij de verliezende coach. Ik denk dat de beste gewonnen hebben. Wie zegt dat? Hebben de beste gewonnen of niet? Die hebben inderdaad gewonnen, ja. Daar is geen punt aan toe te voegen. Wat een verstandig man.